Dat is wel een hele belangrijke stap in de formatie. Daar moeten we ook echt allemaal. Ik heb gezocht of ik nog een vlag had om uit te hangen. We gaan waarschijnlijk weer 130 rijden. Wat een triomf van de redelijkheid. Wat een triomf van de medemenselijkheid. We mogen weer 130 rijden. Het verkeer staat grotendeels stil in Nederland. Maar goed, als je dan mag rijden, kun je vol op het gas. Waarom in godsnaam? 100 is een prima snelheid. 130 is met, ik heb het nu met zo'n elektrische auto, 130 verslindt die energie. Bij 100 valt het allemaal wel mee. Wat is er tegen om 100 te rijden? Het is zuiniger, het verkeersbeeld is rustiger. Maar wat heb je aan 130 rijden, los van de trajectcontrole, wegen, als mensen zich er toch niet aan houden? Want jij weet het daar ook ben op ik de, helemaal met je eens. Op de A27. Een deel van de bevolking natuurlijk zullen. Dus wat dat betreft hadden ze deze maatregel ook niet hoeven te nemen. Omdat natuurlijk het gebeurt toch al. De hardrijders rijden toch uit die je met 130 of snijden. Denk je dat alle hardrijders VVD'ers zijn of rechtse stemmers? Dat die denken, fuck you, ik rij gewoon lekker hard. Ik weet niet, ten eerste heb ik zelf natuurlijk een hardrijfase gehad. Dus ik moet zeggen, ik ben niet schuldeloos in dit verband. En ook geen VVD-stemmer. Maar ik ben nooit een VVD-stemmer Nee, daarom, dus dan klopt mijn theorie al niet, nee. Nee, dus daar loopt jouw steen tegen, die loopt er. Het is natuurlijk wel een beetje een mannenprobleem. Hè? Kijk mij eens in de auto. Vrouwen doen het minder. Geven. Ja, dat idee heb ik ook wel. Ja. Dat vrouwen, daar zullen er ongetwijfeld zijn, maar die doen dat minder. Ja. Die heb je er wel. Die heb je die vrouwen in die Range Rovers, weet je wel. Met die geblondeerde haren. En dan zo'n zonnebril als een petje op het hoofd. Dat is natuurlijk niet waarschijnlijk ook wel te hard, denk ik. Ik weet het niet. Maar dit zijn wel allemaal heel erg ingrijpende, simpele culturele vooroordelen. Maar ik vind 100 een prima snelheid, zeker in Nederland. Kijk, ik begrijp ook wel als je in Wyoming woont, dat je denkt, ik ga eens lekker op het gas als je een uur lang geen tegenligger hebt gezien. Dan wil je wel een beetje doorrijden. Het gekke is dat de Amerikanen meestentijds hele rustige rijders zijn. Ja. Ja, dat ze veel minder, wat je in Italië ziet, dat iemand in een Fiat 500... drie enorme opleggers gaat passeren voor een onoverzichtelijke bocht, dat zul je in Amerika niet snel zien. Nee. In hoeverre is het ook een populistische maatregel? Want ja, laten we eens eventjes kijken, dan moeten al die borden moeten weer vervangen worden. Dit is puur populisme. Dat kost allemaal weer geld. Hebben ze eindelijk iets waar ze het over eens zijn? Ze zouden zich moeten schamen. Ja, wat een trullenbolle. Ik zit even te denken, de industrie zal misschien zeggen, ja, we zijn al sneller op de eindbestemming, dus het is goed voor de economie, maar ik weet niet of dat... Nee, vrachtauto's worden volgens mij niet bevrijd van hun voorgeschreven maximumsnelheden, toch? Nee, nee. Dus dit is puur een maatregel om de achterban te pleasen, want ja. De VVD'ers vinden dit, PVV'ers waarschijnlijk ook. Ja, dat denk ik ook. Ik denk de stemmers van Omtzigt, die kan dat niet zoveel schelen. Sterker nog, dat lijken mij over de hele linie ook gezien de geselecteerde Kamerleden. Nou, even lui die is even lekker vol op het gas gaan. Nee, dat lijkt me ook niet. Wat vond je nog van Wilders die eventjes een statement wilde maken en zei van, ik loop eens eventjes weg rondom migratie. Wacht, het wordt wat warm, hè? Wacht zo. Nu kan doet hij het. Je denkt steeds, het is eigenlijk toch fris en dan zit je in het autootje en dan wordt het toch weer warm. Hier. Je moet wel, als je de raam op doet, echt heel dicht in de microfoon praten. Heel dicht in de microfoon. Zo dan zegt de editor weer van, Maarten is die te horen. Ja, ik hoorde van allerlei mensen die zeiden dat het onzin was. Oh, nou dat is dat prima. Die spraken mij aan bij lezingen. Oh. Bij het signeren. En ze konden jou gewoon lekker goed verstaan. Dat is toch prima? Ja, dan zei iemand, Tom moet niet zo zeuren over die microfoon. Ik weet dat jij de schuld kreeg. Ja, nee, ik vind het ook heel goed als mensen dat zeggen. Maar ik krijg van de mensen die dit zitten te monteren, zeggen, ja, je moet tegen Maarten zeggen, dat zijn microfoons waar je dicht in moet praten. Als je dat niet doet, dan horen we het niet goed. Oh, hoe hoor ik nou weer allemaal? Zo. Ja, dus nou ja, ik vond het wel amusant natuurlijk. Ja. Omdat ik hetzelfde fout maak als ik in het theater optreed. Ja. Ik heb graag zo'n microfoon in mijn hand en niet zo'n ding. Hè, dat heb je vaak verteld al, ja. En dan laat ik hem ook tenslotte, of ik leg hem even weg als ik een kopje... Maar dan roepen mensen wel eens van, we horen het niet, harder. Ja, dat gebeurt wel, ja. Maar wat het over Wilders, die dus weg was gelopen om even te laten zien, kijken. Ja, dat leek me een beetje een symbolische daad, eerlijk gezegd. Hij loopt natuurlijk aan tegen een heel praktisch probleem. Waar, laten we zeggen, de hele formatie natuurlijk tegenaan loopt. Ze waren het zogenaamd eens over de beperking van de immigratie in Nederland.
He, dat was het ook het oorspronkelijke startpunt van Plasterk. Zo van, ja, kabinet, dat moet in 2 weken bij elkaar kunnen worden gezocht, klaar is Kees. Want ze zijn het overal over eens. Hij had niet ontdekt dat ze het over vrijwel niets eens zijn. Dat is ook wel een heel leuk proces tot nu toe geweest. Ze schijnen afgesproken te hebben dat ze zich zullen houden aan internationale regelgeving, aan verdragen die Nederland gesloten heeft, waarbij wel aangetekend wordt, wij zouden dergelijke verdragen eventueel, als we er niet akkoord mee zijn, kunnen opzeggen. En daarna zouden we dan kunnen doen wat we graag willen doen. Nou moet ik je zeggen dat het hele idee dat Nederland het internationale vluchtelingenverdrag zou opzeggen, komt mij voor als utopische kletskoek. Want daar heb je een meerderheid in de Tweede Kamer voor nodig. Omdat ja, ook dat heb je daar een meerderheid voor nodig. Maar die zouden ze dan misschien dat hebben. Dat wilden ze niet even zelf maar doen. Maar natuurlijk, de internationale indruk moet verpletterend negatief zijn. Ik bedoel, dan word je echt totaal weggeschreven. Daar ben ik van overtuigd. Ja, maar Wilders heeft al eerder aangegeven dat hij daar niet zoveel boodschap aan heeft. Wat... Nee, maar Wilders is niet de enige die het voor het beslissen heeft. En ik denk... En hij merkt nu natuurlijk hoe beperkend in feite de bestaande wettelijke kaders zijn, de bestaande afsprakenkaders zijn. En dat je dan natuurlijk niet, ik weet niet, ook die meneer De Haas of weet je ook alweer, had gezegd van ja, immigratie is niet iets waar je een knopje, waarmee je een knopje aan en uit kunt zetten. Nee. Zo werkt dat niet. Dus zelfs als het al beperkt zou worden, als ze daar methodes voor vinden die niet onmiddellijk leiden tot een proces. Want je begrijpt dat natuurlijk dat de tegenstanders onmiddellijk de zaak voor laten komen. En dan weet je ook zeker dat de rechter zal zeggen, ja, dat mag niet. Ja, we hebben een verdrag gesloten. We zijn lid van de Europese Unie, we zijn dit, we zijn dat. Dat kan allemaal niet zo. Nee. Dat is natuurlijk in het verleden al herhaaldelijk het geval geweest. Mm. We zijn trouwens al herhaaldelijk in het verleden internationaal op de vingers getikt vanwege de wijze waarop we met asielzoekers omgaan. Ja. Die in allerlei opzichten door en door onfatsoenlijk is en naar mijn idee wel bewust zo georganiseerd wordt. Maar dat is nou weer een ander hoofdstuk, want ik kan dat niet 1, 2, 3 bewijzen. Het kan ook totale incompetentie zijn, maar daar heb ik moeite mee om dat te geloven. Dus ja, dat Wilders ziet wel dat hij natuurlijk... Dat hij niet de stroom van de een op het andere moment kan afdammen. En daarmee wil hij laten zien door dat weg te lopen. Want ik heb door alles uitgehaald. Laat hij zijn achterban zien. Van, ik heb alles gedaan wat ik had kunnen doen. Ik ben weggelopen. Ik ben boos geworden. Ik heb met die plantjes gegooid. Het is echt. Het kan niet. Want hij heeft wel al... Begrijp ik, in de diverse vorige rondes is die al akkoord gegaan met het feit dat we ons houden aan afspraken en verdragen. Want dat is ook wat om zich eist, hè? Die moet je dan eerst opzeggen voordat je er niet aan kunt gaan houden. Nee, precies. En daarvan heeft hij gezegd, dat ga ik niet doen. Omdat Omtzigt dat ook vroeg, dat ze daarover moeten hebben. Ja, dat kan hij wel zeggen. Maar op dat punt zal hij ze gelijk niet krijgen natuurlijk. Wie? Wilders? Wilders. Ja, precies. Omdat hij dat eerder heeft toegezegd. Ja, dat had hij dan maar niet moeten doen. Nee, exact. En nu loopt hij tegen de beperkingen op die er natuurlijk zijn. Dus voor zelfs als het over de asiel... We hebben het even niet over arbeidsmigratie. Wat ik vorige keer uitgebreid heb uitgelegd. Die is trouwens wel geestig. Wat ik hier zit te zeggen, dat staat ook op YouTube. Mm-hmm. Daar staat ook commentaar onder. Dat is één grote diarree. Dom, hoe is het toch mogelijk? Hoe zijn er dan zoveel ongelooflijk stomme mensen in Nederland? Ook verbaal agressief natuurlijk van... Die man moet ongelijk hebben. Hij stinkt uit zijn bek. Ja, dat is ook allemaal... Het is echt diep triest wat daar staat. Ja, dat is verschrikkelijk gewoon. En allemaal anoniem. Kijk, als je dan gewoon je naam en toenaam, maar ook gewoon maar allemaal... Wat bezielt. En ook die redeneringen die ze erop nahouden, waarvan je denkt van... Je moet zelfs op de kleuterschool worden de klas uitgestuurd als je zoiets stom zegt. Maar... Dat is het nut toch ervan, daarom kijk ik er ook naar. Je begint te begrijpen waarom in Nederland zo'n rare verkiezingsuitslag geweest is. Het is natuurlijk ook maar een klein deel. Het is een select groepje halve garen, maar dat neemt niet weg. Het stemt je niet vrolijk.
Het zullen niet dezelfde mensen zijn die de conductrices van de trappen gooien, maar het is... wat ze zeggen is... Het is zo stom dat je... Wat is er nou redelijker om met redelijke argumenten te komen? En dan kun je zeggen, nou ben ik het wel mee eens, of ik ben het niet mee eens, of ik ben het met die Verossum niet eens om die en die en die reden. Ik ben zelf nooit voor flexibilisering van arbeidsmarkt. Maar kortom, er is over te discussiëren. Er valt over te praten. In plaats van dat je zegt van hij steekt uit zijn bek. Hij kan geen gelijk hebben. Dat is het punt, hebben. Hè? Dus vaak dat is dan, daar beginnen ze mee. En het wordt niet onderbouwd voor de rest. Nul. Er is nooit enige argumentatie. Nee. Nou, er is wel eens een argumentatie die zo stom is dat je denkt, nou, dit kan gewoon niet. Nee. Nee, maar ook als je ernaar vraagt, dan komt er niks meer. Als je vraagt om het te onderbouwen, dan blijft het stil. Want dan... Ja, het is... Nou, maar ik vond het toch weer interessant. Er stonden een heleboel reacties onder. Ik vond dat weer interessant. Maar hoe verklaar je dat mensen zo emotioneel daarop reageren? Want dan hebben ze in hun hoofd duidelijk een andere waarheid. En jij bent het niet met hen eens. Ze hebben in hun hoofd helemaal geen waarheid. Het is in hun hoofd. Ik weet niet wat het in hun hoofd precies is. Maar zelfs een rommelzolder is nog een georganiseerde ruimte vergeleken bij deze hoofden. Dit zijn... Ja... Het is natuurlijk op de grens van niet goed snik. Anders kan ik het ook niet noemen. Nee. Helemaal nog afgezien van dat ze geen grammaticaal verantwoorde zin kunnen typen. En dat alle werkwoordsvoeringen niet deuren. Maar goed, dat vind ik dan niet eens zo erg eigenlijk. Maar het feit alleen dat je eigenlijk je hele repertoire bestaat uit een soort verbale agressie in combinatie met... Vaak enigszins lachwekkende beledigingen. Maar goed, ik vond het wel interessant. Dat was namelijk dat hele stuk over die arbeidsmigratie. En ik heb in die hele lijst geen enkel argument gezien waardoor je denkt, nou, die heeft er wel over nagedacht. Die is het niet met me eens, maar op die en die enigszins welbegrijpelijke gronden. Nee, het is gewoon waanzin wat je dan moet slaan. Maar dat zijn wel de volgers van deze podcast ook voor een deel. Nou, dat is de vraag. Nou, ze gaan wel luisteren naar wat je zegt. Volgens mij is wat je op die YouTube-kanaal staat, daar kunnen van allerlei mensen naar kijken, volgens mij. Ik weet niet of dat ook... Ja, maar er zijn toch ook podcastluisteraars, kunnen toch ook allemaal verschillende mensen zijn? Ja, dat kan. Maar als ze na al die... hoe lang doen we dit nu? 4 jaar? Ja, zoiets. Want in coronatijd zijn we... Als je dan nog steeds luistert en dan nog steeds zegt... Hij stinkt uit zijn bek, dus hij moet ongelijk hebben. Nee. Dat geloof ik gewoon niet. Dat geloof ik gewoon niet. Ik vind het wel grappig dat het jou dus ergens wel... Dat je zou kunnen denken van... Ik ga daar niet naar kijken, want ik word er depressief van. Ja, ik vind het interessant. Maar jij gaat het wel opzoeken. Ja, ik vind het interessant. Er zijn ook mensen die zeggen, ik negeer het bewust. Ik kijk daar niet naar. Maar jij zoekt het bewust op. Ja, ook omdat ik weet dat het bestaat. En dan wel nieuwsgierig ben naar... Eventuele argumentatie. Maar die is toch nooit? Of ook wel nieuwsgierig ben naar de emoties. De emoties lijken toch voor een niet onbelangrijk gedeelte gestuurd te worden door angst. He, van ja, het zijn nou maar rare mensen, die willen we hier niet hebben. Dat soort van dingen. Ja, de moslimangst natuurlijk, waar Geert natuurlijk 20 jaar lang op getamboureerd heeft, dat zie je ook heel duidelijk terugkomen. Bolkestein dook nog weer op, die ook had gewaarschuwd bij zijn afscheid als eurocommissaris voor het moslimgevaar, dat je denkt, kom op Bolkestein, je kent de getallen toch, wat is dit nou voor kinderachtigheid? Ja, er staan moskeeën, stond er volgens mij in Noordwijk een prachtige moskee. Ik dacht tenminste dat het Noordwijk was. Moet dan eens even opzoeken. Dat je denkt, zo, lekker moskeetje. Nog eens wat anders. Gebedsruimte, zal ik maar even zeggen. Ik heb overigens verder ook geen enkel begrip voor godsdienst. Ik sta eigenlijk als een ongelukkige sta kijken in de wereld. Ik begrijp niks van godsdienst. Ik begrijp van al die emoties niet zo verschrikkelijk veel. Ik begreep niets van de brand in Kopenhagen, althans van het commentaar op de brand in Kopenhagen. Omdat het eerste waar je natuurlijk aan denkt, toen ik naar die brand zat te kijken, was weer een gebouw in reparatie. Hè?
Ik kan alle, wie vandaag nog van plan is een gebouw te laten repareren, zou ik zeggen, doe het niet. Ik vrees voor het Binnenhof, nu jij dit zegt. Ja, zeg dat wel. Dat is een goede gedachte. Ja, precies. Omdat het natuurlijk, de Notre Dame was in reparatie. En ja, die lui waren niet. Ik weet niet, je weet hoe het met die Fransen is. Het is allemaal een beetje slordigheid en zo. Het is nu wel bijna klaar. Na hadden een brandertje laten staan en huppakee, weg was die. Hij is nu bijna klaar. Hij wordt nu voorzien van een fantastisch systeem van brandblussen en brandwaarneming. Maar het eerste wat je natuurlijk opvalt bij de gebouw in Kopenhagen is dat het in de steiger stond. Dus daar waren ze weer lekker aan het repareren met de bekende brandertjes. En ongetwijfeld, ja, zal het eind van de week geweest zijn. Oh nee, dat kan niet. Het was gisteren begonnen, hè? Ja, de man werd weggeroepen, zijn brandertjes stonden nog aan. Ja, kan gebeuren, jammer genoeg. Ik heb het wel eens eerder gelezen. Reparaties aan daken van kerken en oude gebouwen die... Nou, je hebt een kans van 10% dat de hele boel de lucht in gaat. Maar door een menselijke fout dus. Altijd menselijke fout. Okay. Eigenlijk hangt de hele planeet aan elkaar van menselijke fouten. Nou, ik zou kunnen zeggen als de bliksem ergens inslaat en er ontstaat daardoor een brand. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. In principe hoort een kerk toch een behoorlijke bliksemafleiding te hebben, of niet? Ja, eens. Meestal zie je wel zo'n koperen leidingje naar beneden lopen. Dus dat moet kunnen. Nee, ik dacht, god, daar hebben we er weer één. Ja. Vind je ook niet zo goed opgelet. Over dat Binnenhof gesproken, hè? Want daar werd natuurlijk ook weer van gezegd, dat gaat weer zoveel miljard. 2 miljard, ja. 2 miljard kosten. Is het dat waard? Ja, vind ik wel. Ja, ik vind het erg veel. En het wel, ook wel weer zo'n suf dat het eerst begroot is op 475 miljoen. En vraag je af wie dat dan die begroting gemaakt heeft. Die moeten we naar de school weten. Of dat ze toen al tegen elkaar zeiden, jongens, dit gaat veel meer kosten, maar als we zeggen 2 miljard, dan laten ze het nog liever instorten dan dat ze het gaan doen. Dat weet ik niet. Of het is, laten we zeggen, ook een malafide begroting was. Maar ik vind het ruimschoots 2 miljard waard, ja. Waarom? Ik vind het namelijk een ontzettend leuk regeringscentrum. Ja, maar kan toch ook wel voor iets minder geld? Nou, dat weet ik niet. Ik hoef ze niet er toch een aantal puntjes zien dat je denkt... Ja, Hugo de Jonge liep dan met een helm rond. Ja, Hugo de Jonge zag een leuk kansje om op tv weer te verschijnen. Nee, maar je zag toch dat de hofvijver die ging door onder het gebouw. Het plafond van de Eerste Kamer dreigde naar beneden te komen. Het zag er wel spectaculair uit natuurlijk. En beveiliging, hè? Beveiligingsmaatregelen. Ja, dat is altijd overdreven gedoe. Oh jee, ik heb vergeten mijn telefoon uit te zetten. Dit was een sms'je. Of was ik het? Even kijken. Nee, niets binnengekregen. Hallo Maarten, wat wil je vanavond eten? Ah, oké, Gijs. Hoe is het met Gijs? Het is wel goed met Gijs. Ja, hij schrijft aan zijn boek. Hij schrijft een boek doen, ja. Hij schrijft een boek over dino's. En ik zal ook een paar stukjes in het boek Wanneer over Wanneer gaat dino's hij dan schrijven? Stoppen bij RTL, dat hij zich volop op de dino's gaat richten? Nou, dat denk ik. Aan dino's kun je niet. Geen zin meer onderhouden, denk ik. Dat zie ik hem nou 1, 2, 3 niet doen. Of je moet paleontoloog zijn en als onderzoeker of medewerker bij zo'n museum in dienst komen. En die banen die moet je ook met een lantaarntje zoeken. Want ik weet nu wel van meerdere van die paleontologen. Joh, die trekken de hele wereld rond. Altijd met tijdelijke benoemingen aan buitenlandse universiteiten. Ja, dat was in Drumheller, een hele aardige jonge vrouw. Ja, zit je 2 jaar in Drumheller? Nou... Dat is geen cosmopolitische plek, had ik je wel zeggen. Al is er een prachtig dino-museum, echt waar. Ja, wat ik wel altijd mocht u in Drumheller zijn, wie komt daar ooit trouwens, dan ga naar het museum kijken. Wat ik mis wel bij die dino's is dat een beetje de context geschetst wordt tussen het dino-tijdperk en de evolutie daarna. Tot nu eigenlijk, want wat komt er nog hierna? Dino's waren natuurlijk veel eerder in de geschiedenis een fenomeen. Ja, de dino's bestonden toen ook al ruim 150 miljoen jaar of zo. En natuurlijk krijgt die impact van die planetoïde, wat ons ook geraakt heeft in de tijd, die is ook alweer 66 miljoen jaar geleden. Dus sinds die tijd hebben we natuurlijk ook een hele levende revolutie gehad. Overigens waren er al lang zoogdieren. Ook deels wel succesvol, maar niet zo dominant als de dino's toen waren.
En nou goed, sinds die tijd zijn de zoogdieren dominanter geworden. Maar waren er zonder dino's geen mensen geweest? Nou, daar valt niet zo over te zeggen. De mens is een heel recent fenomeen. De mens is 6 miljoen jaar geleden geloof ik afgesplitst van de primaten die we hebben. Helaas de chimpansees, de bonobo's en nog een paar van die gibbons geloof ik. Dat is allemaal heel naast de familie. En homo sapiens, nou ja, het wordt tegenwoordig wel wat opgerekt naar het verleden. Het was zo'n 200.000 jaar, misschien dat er nog een 100.000 jaar bij kan, maar wij zijn echt een vrij recent verschijnsel. En er zijn wel, volgens mij is er wel statistiek over hoe lang een groot zoogdier het volhoudt evolutionair. Zo'n 5 miljoen jaar. Dan heb je allerlei mensen die beweren dat wij een goede kans maken om onszelf al op heel korte termijn om te brengen, zal ik maar zeggen, dat zou kunnen. Lijkt me niet zo verschrikkelijk waarschijnlijk. Op dat punt ben ik wel. We kunnen allerlei ellende bedrijven, maar voorlopig is het niet zulke ellende dat het echt afgelopen is met ons. Al kunnen er heel vervelende dingen gebeuren. Dus ja, dan zouden we een paar miljoen jaar zouden we vol moeten kunnen houden. Maar dan evolueren we zelf natuurlijk ook alweer door. Hè? Dat is toen klaar als een klontje. En waarom zijn de dino's uitgestorven? Door die inslag. Hè? Daar bij Yucatan. Daar is een gigantisch hemellichaam ingeslagen. Van meerdere kilometers groot. En dat heeft zeker op het noordelijk halfrond geleid tot uitsterven op hele grote schaal. Maar de dino's zijn niet verdwenen. We zagen daarnet een koolmees op die boomstam zitten. En koolmees is een afstammeling van de dino's. Die zit in elkaar als een dino. Daarom kan die vliegen. Dino's hadden relatief lichte skeletconstructies. En denk aan die drie tenen. Hè? We hebben er 5. Dus ja. Ik geef ons. We zijn wel een interessant fenomeen, vind ik. Evolutionair technisch zijn we wel een interessant fenomeen. Eigenlijk niet helemaal duidelijk waarom we die achterlijk grote hersenen hebben gekregen. Al die primaten hebben. Daar kun je wel een soort van verklaringen voor verzinnen. Maar wij hebben wel een heel merkwaardig. Zijn er straks ook weer turning point. Dat zal er zo'n 50.000 jaar geleden zijn. Kijk, we trokken natuurlijk eerst in groepen. Of ze die groot of klein waren, maken ze ook ruzie over de Oost-Afrikaanse savanne. Daar ligt toch wel onze origine. Op een goed moment hebben we bordje bij bordje gelegd. En ja, de eerste steden gebouwd. We zijn wel aan landbouw begonnen. Nou goed, dat is eigenlijk historisch gezien heel, heel recent. 14, 15.000 jaar geleden zijn we aan die landbouw begonnen. En je ziet waar het toe geleid heeft dat we nu in een autootje. En dat is allemaal nog recenter natuurlijk, omdat we eigenlijk pas 200 jaar weten hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. En daardoor hebben we allerlei twijfelpunten. Maar goed, zonder de 19e eeuw hadden we hier niet gezeten. Laten staan, een cameraatje. Je moet eerst wel een beetje weten hoe het werkt allemaal. Ja. Denk je ook wel eens over van wat zou dan over 50 jaar allemaal mogelijk zijn en kunnen? Of over 100 jaar? Ja, daar denk ik wel eens over na, maar dat blijft natuurlijk een beetje gissen in allerlei opzichten. En bovendien weet je zeker dat wat we extra uitvinden, dat zowel weer positieve als negatieve resultaten zal hebben. En dat je wel, misschien moet wel ietsje beter nadenken over de negatieve resultaten. Alleen als het kan, dan gebeurt het. Of het negatief uitwerkt, ja of nee, niemand die zich er iets van aantrekt. Ik denk overigens dat als we nou een kwart eeuw nemen, zullen we dat doen? Dan zie ik de verschillen over een kwart eeuw tussen nu en 2050. Die zullen niet, of zal me verbaasd zijn. Ik zou verbaasd zijn als over 25 jaar de Frans Halstraat een rokende ruïne zou zijn als gevolg van een gruwelijk militair conflict. Daar zou ik heel verbaasd over zijn, ja. Je weet het niet, maar het is, nee. Ja. Zoals gezegd, zolang er politieke systemen zijn die draaien op wonderlijke emoties, die dus geleid worden door figuren die bereid zijn grote conflicten te veroorzaken, ja, dan weet je nooit precies zeker hoe het af zal lopen. Ja. En denk je ook wel eens na over
over de dood en wat daarna eventueel nog is? Nou, daar hoef ik niet zo heel lang over na te denken, want daarna de dood is er niks. Het systeem houdt gewoon op met functioneren, klaar is Kees. Het is niet zo dat ik dan tegen die tijd nog, dat je s'nachts wakker wordt, ik ben al enkele jaren dood, en dat ik ineens in een schimmige vorm bij jou in het slaapvertrek verschijn en zeg Tom, blijkt dat we in de hemel ook die microfoon vlak bij de mond moeten houden. Wat dat betreft is er niks verbeterd eigenlijk. Er zijn mensen die dat wel geloven, hè? Ja, zeker. Dat je lichaam doodgaat, maar ja, dat je geest blijft hangen. Ja, mensen geloven, ja, ja. Het probleem is natuurlijk wel waar dan de informatie precies wordt opgeslagen. Die wordt nu opgeslagen, wordt gewoon opgeslagen in je brein. Ja, maar die mensen die dan af en toe wel eens wakker worden en hun overleden vader in de kamer zien staan. Wat is dat dan voor iets? Waar komt dat dan vandaan? Nou, dat is je verbeelding. Tenminste, daar gaan we vanuit dat je verbeelding is, ja. Ja. Ik heb mijn overleden vader nooit in een kamer zien staan. Al moet ik je zeggen, als ik dan straks thuis kom en de telefoon gaat, ik neem de telefoon op. En hij zegt, ja, met je pa, dat ik niet verbaasd zou zijn. Maar pas na enige tijd zou ik denken, verrek, hoe is dat dan toch mogelijk? Hij is overleden in 91, 90. Oké, maar dus jij gelooft niet... Maar wat is dan de reden dat we hier zijn? Denk je daar ook wel eens over na dan? Er is helemaal geen speciale reden dat we hier zijn. Dat heeft te maken met het feit dat alweer miljarden jaren geleden eencelligen tot ontwikkeling zijn gekomen. Die een ongelooflijk efficiënt reproductiesysteem erop nahielden met DNA. We hebben dat allemaal vrijgezet, allemaal uitgevonden hoe dat zit. En als je er evolutie maar tijd geeft, dan uit... Eencelligen ontstaan meercelligen. En meercelligen, daar kun je echt alle kanten mee op. Denk eens. Ook de evolutie heeft ook allerlei ontwerpstrategieën gehad. Wij zijn in principe zoogdieren, lopen in principe op handen en voeten. Je weet dat nu een commissie in Nederland besloten heeft dat het hartstikke verstandig is om we moeten veel meer op handen en voeten commissie? Gaan lopen. Want je hebt dit nu al zo vaak genoemd. We moeten even die commissie noemen, dat mensen dat kunnen opzoeken ook weer. Ja, het ging om mobiliteit van kinderen. Okay. Kinderen zijn allemaal harken, heb ik begrepen. En omdat ze onder andere veel te weinig op handen en voeten hebben gelopen. Dat is echt een punt. Dus ook, die commissie pleit ervoor om dat weer te gaan. Ik zou er wel voor zijn dat dat ook in de formatie meegenomen wordt. Dat is wel een goeie, ja. Als we het wel over 130 kilometer gaan hebben, dan moeten we ook op handen en voeten gaan lopen. Je hebt nu het nummer van Omtzigt, want jullie hebben nummers uitgegeven. U kunt hem even een berichtje sturen van dat hij dit meeneemt. Dat hij dit even met Geert bespreekt en met mevrouw van der Kast. Ik weet niet of hij dan door wil met de podcast, eerlijk gezegd. Daar heb ik zo mijn twijfels over. Ja, dus denk aan de dino's die natuurlijk een iets ander ontwerp zijn dan wij. Die liepen grotendeels op, had je ook die op vier poten liepen overigens, maar een hoop liepen op hun achterpoten. De vogels zijn nakomelingen van de dino's. Maar we hebben buideldieren, denk maar Australië. Dus dan, dat raakte geïsoleerd en dan is er een ander ontwerpje is heel efficiënt gebleken. Hoewel die koala's wel ongelofelijke sukkels zijn natuurlijk. Maar die kango's, die doen het lang niet slecht. Denk aan de koppotigen. Ook een heel ander ontwerp, de inktvissen. Blijken bovendien verrassend intelligent te zijn. Er is ook alweer heel veel over geschreven en onderzoek naar gedaan. Maar het is natuurlijk een totaal ander ontwerp. Dat zijn weekdieren. Ja. Maar die blijken over aanzienlijke intellectuele mogelijkheden te beschikken. Maar jij denkt niet na je dood dat je op een andere planeet terugkomt? Nee, ik hoop ook vooral dat dat niet zo zal zijn. Een reïncarnatie geloof je ook niet in? Nee, er is geen reïncarnatie. Nee, het is jammer, maar waar? Nee, want iemand zal moeten uitleggen waar de informatie in je hoofd blijft als je dood bent. Hmm. Ik bedoel, je kun je op een harde schijf zetten. Je kunt zo'n constructie. Als die hersens die we in het body problem, die hersens van die arme jongen die toch doodging, die hadden ze gedemonteerd en in een soort van drijfschaaltje gelegd en de ruimte ingeschoten. Ja, daar is vaak over gespeculeerd. Dan kun je de hersens als het ware uitprepareren. Maar ik vermoed dat niet goed afloopt. Moeten trouwens even, mensen hebben ons gevraagd, waren best wel mensen boos dat we de... uitkomst van die serie hebben verklapt. Dus of wij eventjes een spoiler... Uitkomst hebben we niet verklapt. We hebben in het eind van seizoen 1 verklapt. Ja, maar mensen zaten nog te kijken en zeiden, nu hoef ik niet meer af te kijken, want nu weet ik al wat er gaat gebeuren. Wat is dan nou voor onzin?
zijn het allemaal mensen die, als het heel spannend is, nooit eens achter in het boek kijken of het wel goed afloopt. Hè? Blijkbaar skipping niet. Skipping heet dat. Ze hebben geweldig een spoiler alert willen doen de volgende keer. Zodat we zeggen, we gaan nu de uitkomst van een serie gaan. Ik ben al verbaasd dat er zoveel mensen naar gekeken hebben. Want ja. Netflix had er niet veel propaganda voor. Maar het stond wel in de... Je hebt zo'n lijstje bij Netflix dat je kunt zien van wat wordt goed bekeken. Daar kijk ik altijd naar. Ja. En denk, oh, daar ga ik dan kijken. Want er zitten veel mensen naar te kijken. Ja, daar stond het ook bij. Dat stond in de top 3 volgens mij, ja. Oh, zo kwam ik er namelijk op. Nou, val maar weer mee qua kwaliteit. Ik heb altijd het gevoel dat mensen vooral... Het leven van Hazes junior streamen, maar dat is al, misschien ben ik toch iets te pessimistisch het valt op mee, dit punt. Het valt mee, ja. Hey, en leven op andere planeten, dat is, of andere wezens, zoals aliens, dat... Oh, zonder twijfel. Ergens, ik kan gezien ook de getallen, ergens in het universum zijn ongetwijfeld, woont intelligentie in welke vorm, en nou, kijk naar die inktvissen. Ja, die deels hun intelligentie in hun armen hebben zitten. Ja, ze hebben meerdere armen, zoals je weet. Ja, dat kan ook. Ja, dus blijkt dat allerlei ontwerpen, nogmaals, en allerlei ontwerpen mogelijk om dus intelligentie die in het geval van de koppoten verdeeld is over het hele lichaam. Dat is natuurlijk hoogst interessant. Omdat je bij voetballers ook wel eens het gevoel hebt dat in de bovenkamer zit niet veel, maar die knieën zitten vol met voetbalintelligentie. Bij Messi bijvoorbeeld. Ja, Messi maakt op mij niet een echt snurre indruk, maar het kan zijn dat ik dat helemaal verkeerd zie. Maar je denkt dus hoe... Maar het is een groot voetballer, daar niet van. Ja, maar ja, hoe denk je dat er op andere plekken intelligentie is in het sterrenstelsel? Omdat het zo ontzettend getalsmatig er zo ontzettend veel zijn. Er zijn miljarden sterrenstelsels en de sterrenstelsels bestaan uit miljarden zonnen en... Vrijwel al die zonnen, voor zover we dat een beetje na kunnen gaan, hebben planetenstelsels. Die zijn heel gevarieerd. Die kunnen bestaan uit alleen Jupiterachtige planeten die vrij dicht om hun zon heen draaien. Maar de variatie is enorm. Het gaat dus om miljarden, maal miljarden, maal miljarden. En gezien het feit dat het in dit planetenstelsel gebeurd is, lijkt mij, gegeven deze getalsmatige verhoudingen, lijkt het mij waarschijnlijk, niet dat we het zeker weten, en lijkt het mij waarschijnlijk dat elders ook intelligentie tot ontwikkeling is gekomen. Al blijft een heel lastig probleem te verklaren hoe die dat DNA tot stand is gekomen. Dat is dan een hele complexe aangelegenheid, waarbij vooral bacteriën schijnen in staat te zijn om erfelijk materiaal elders op te pikken en te incorporeren. Maar nogmaals, daar moet je mij nou niet... Niet al te veel lastig. Maar denk je dat het dan mogelijk is dat onze intelligentie contact maakt op een of andere manier ooit? Nee, voorlopig niet. Nee, maar in de toekomst ooit een keer? Joe, ja, kijk, dat moet ik zeggen van het three body problem. Dat ze daar ook rekening houden met de lichtsnelheid. Ze hebben natuurlijk een beetje gevoezeld om met dat uitgeklapte proton. Ik weet niet hoe dat natuurkundig in elkaar zit, maar dat is natuurlijk een beetje... Want ze kunnen ons al wel waarnemen, maar ze zijn er nog niet. Dat duurt 400 jaar. Daar draait eigenlijk een beetje het verhaal. Sorry, ik heb toch alles afgeklapt. Daar draait het verhaal eigenlijk een beetje om. Dat we gaan zitten wachten. Hè? Dus ja. En daar zie je aan. Dat zijn, ik geloof dat het een planetenstelsel is op 4-5 lichtjaren afstand. Dat stelt geen bal voor. Ja. Moet je je voorstellen als het over honderden lichtjaren gaat. Vind je dit interessant, hierover te lezen? En te ja, dat vind ik fascinerend. Altijd gevonden. Je weet, als ik beter in de wiskunde was geweest, was ik astronoom geworden. Ja. Naar de James Webb-telescoop. Fantastisch. Want die plaatjes alleen al, als je ziet wat dat toch... Er waren ook in de jaren 50 al in ieder geval fantastische zwart-wit opnames van de grote telescopen. Met name die dingen daar in Californië. Wat dat tegenwoordig is, dat is zo fenomenaal prachtig. Dat is, kan iedereen doen. Je hebt al Hubble.org, maar je hebt ook een website voor de webtelescoop. Zet die gewoon op uw computer. Doe de bureaulampjes uit en kijk, koop wel een groot scherm. Dat is ook goed voor de economie. Koop een groot scherm. Kunt u alle dommigheden ook op grotere schermen zien. Dat scheelt ook natuurlijk. Ja, ik vind dat allemaal fascinerende zaken, ja. Maar als je dit nu zo bespreekt, dan is Geert Wilders ineens niet meer zo heel belangrijk, nee, toch? Nee, totaal onbelangrijk.
Griekenland is totaal onbelangrijk. Nederland is totaal onbelangrijk. Het enige wat belangrijk is, is dat de mensheid eigenlijk in enkele honderden jaren nieuwsgierigheid begrepen, voor een belangrijk gedeelte begrepen heeft hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Al is nog een groot deel van dat standaardmodel toch ook een vrij raadselachtige zaak. Dus ja, we weten het nog niet. We weten het nog lang niet. We weten meer niet dan wel eigenlijk in allerlei opzichten. En de zwarte gaten? Wat is jouw theorie daarover? Nou, dat zou wel een beetje wonderig zijn als ik daar een theorie over had. Daar heb je vast over gelezen en heb ideeën bij. Omdat natuurlijk de oorspronkelijke gedachte van de zwarte gaten was dat er niets uitkomt. Vandaar dat het een zwart gat is. Dus de zon valt erin en krijg je een enorme knal. En dat geeft wel een allerlei energie. Afgifte, zou ik maar zeggen. Maar ja, nu wordt toch wel beweerd door tal van natuurkundigen dat er wel dingen uit het zwarte gat kunnen ontsnappen. Waarom, dat moet je me nou op dit moment niet vragen, maar ik vind zelf de wetenschap de grootste prestatie van de mensheid. Zonder meer, daar kun je ook heel, wat mij betreft, ook heel breed zien. Onze klaarblijkelijk toch ook godzijdank, ongeneeslijke interesse in dingen. Hoe werkt het? Daarom begrijp ik ook weer zo weinig van ontzettend veel mensen dat ze absoluut niet geïnteresseerd zijn in hoe het werkt. He? Dat je naar je tv zit te kijken en dat je niet de flauwste idee hebt waarom dat ding werkt. Ik bedoel niet dat ik een tv zou kunnen maken of ontwerpen. Maar je bent toch nieuwsgierig hoe het zit. He? En hoe een elektromotor werkt. En waarom een elektromotor totaal anders functioneert dan een fossiele brandstofmotor. Nou ja, kortom, dat het mensen ontbreekt aan nieuwsgierigheid. Of als ze nieuwsgierig zijn, dat ze, nou ja, niet altijd even interessante onderwerpen kiezen om nieuwsgierig over te zijn.